Ik ben op 16 mei 1956 geboren in Strijen. Strijen ligt in de Hoekse Waard, een van de Zuid-Hollandse eilanden. Ik heb in Dordrecht op de middelbare school gezeten, heb in Utrecht tandheelkunde gestudeerd. En op het einde, toen ik afgestudeerd was, kwam ik de vriendin van Rolf Huning tegen. Die vriendin kende ik, Rolf Huning kende ik ook. Ik wist natuurlijk alleen niet dat Rolf Huning zijn vader tandarts was. En die vriendin vroeg aan mij: heb jij al een praktijk? Ik zei: nee, ik niet. Dan moet je eens naar Rolf zijn vader toe gaan. Die heeft de praktijk in Zeerenberg. Ik had nog nooit van Zeerenberg gehoord. Ik wist helemaal niet waar het lag. Uiteindelijk zijn Mago en ik eerst in Achter-Drempt geweest. Ik heb 8 jaar in Utrecht gewoond. Dan kom je in Achter-Drempt. 1 vivo-winkel en een kerktoren. Dat is wel even wennen. Toen ben ik in Weel geweest. Heb ik een broodje koket in een cafetaria besteld en gevraagd hoeveel tandartsen zitten hier. Eentje. Later bleek er een jarennoot van mij bij te komen. En toen ben ik via Kilder naar Zeerenberg toe gereden. Ja, dan ben je gelijk verkocht. Ik ben op 29 september 1983 in een vrachtwagen hier naartoe gekomen. Ik ben 4 oktober heb ik mijn eerste patiënt gekregen. En 10 oktober 1983 ben ik officieel begonnen hier. Tot februari 1999 heb ik hier gezeten. En tijdens de carnaval ben ik verhuisd naar het industrieterrein in Zeerenberg. En mijn eerste patiënt kwam uit Genève. Was op woensdag na de carnaval. Hij had een houten kop, ik had een houten kop. Er liepen nog 20 mensen rond. En wij waren met z'n tweeën heel rustig. Jij ook. In de 80e jaren was het zo dat de meeste tandartsen een eigen solopraktijk hadden. Groepspraktijken begonnen een klein beetje op te komen, maar groepspraktijken van 2-3 tandartsen was een uitzondering en dat is heel lang zo gebleven. Ik nam de praktijk over van een eenpitter, om het zo maar te noemen. Je kwam als patiënt kwam je hier binnen. Het halletje is behalve het schilderwerk verder nog helemaal origineel. De tegels zijn origineel. De mat is inmiddels vergaan. We lopen naar binnen. Dan heb je hier het toilet, ook nog helemaal origineel, zoals het vroeger was. Dan had je hier had je de wachtkamerdeur en daar had je de achter deze zeepjes had je de praktijkdeur. Hier kwamen de mensen de wachtkamer binnen. Dat was dit kleine. Daar moesten ze allemaal blijven zitten. In coronatijd, nu zou dat helemaal niet meer kunnen natuurlijk. En dan liepen ze dus hier weer naar buiten. En dan liepen ze via die deur de behandelkamer in. En er stond de stoel. Die stond naar het raam toegekeerd. Ik dacht eerst dat ik dat raam dan de vitrage omhoog moest doen. Dan konden de mensen lekker naar buiten kijken. Maar dat was natuurlijk een probleem. Want de mensen die op straat liepen konden ook heel goed naar binnen kijken. Dus uiteindelijk moest dat toch wel weer afgesloten worden. Maar ik heb hier 16 jaar lang met veel plezier gewerkt. Bert, heb je naast je studie ook nog andere dingen gedaan? Ik heb veel dingen naast mijn studie gedaan. Daar waren mijn ouders natuurlijk niet zo blij mee. Maar ik ben een jaar voorzitter van het sociëteitsbestuur van Unitas geweest. In het kader van het voorzitterschap ben ik in jacket in een skif gestapt bij Orca en in het Merwekanaal omgeslagen. En dat beviel zo goed dat ik ben gaan roeien bij Orca. Een jaar wedstrijd geroeid, niks gepresteerd. De enige wedstrijd die we hadden kunnen winnen viel ik net op tijd van mijn bankje af, zodat het ook niks werd. En daarna heb ik nog 5 jaar gecoacht, wedstrijdroeiers bij Orca. Waarvan de laatste 3 jaar in Nederland op een behoorlijk niveau. Ja. Op de middelbare school ben ik een jaar hoofdredacteur van de schoolkrant geweest. En heb ik als eerste schoolkrantredacteur van Nederland Hans Wiegel geïnterviewd. In het gebouw van de Tweede Kamer. Ik ben jaren daarna Wiegel-fan gebleven tot de nacht van Wiegel, toen was het over. Ik had het idee opgevat om de praktijk uit huis te gaan verplaatsen. Heb ik met verschillende mensen over gesproken, met Henk Brink onder andere, waar ik mee snoekerde, met de aannemer Teun de Ruiter. En uiteindelijk kwamen wij met z'n drieën tot de conclusie dat op het industrieterrein de grond goedkoop is en dat je kon bouwen wat je eigenlijk wilde. Ja, het voordeel van het industrieterrein is, als je daar vrijdag bent, is er bijna niemand. En ik heb 10 jaar in een band gedrumd. Dus behalve de bandleden hadden daar vrijwel niemand had er last van. Het enige probleem was dat wij vrijdagavond oefenden en ik ook nog wel eens een keer dienst had. En dan kwamen de mensen dus binnen terwijl wij aan het spelen waren. En dan zagen ze wel verschrikt opkijken van, waar komen we hier terecht? Maar uiteindelijk was het wel het leuke dat ze dan eerst in de behandelkamer kwamen, verdoofd werden. En dat we dan weer teruggingen en dan weer 2 nummers gingen spelen. En dan vervolgens de behandeling uitvoeren.
Ook heb ik twee keer meegemaakt dat er een drummer in de dienst kwam. En dan zei de rest van de band, Bert, behandel jij die mensen even en laat die man alsjeblieft even drummen. En als ik dan klaar was, dan zei ze, ga jij maar naar huis, want hij is veel beter. Welke onderdelen van je vak vond je bijzonder prettig om te doen? Het leukste vond ik het contact met de mensen. Dat je ze op een gegeven moment leerde kennen. Dat je de familiebanden een beetje leerde kennen. En dat je dus gewoon gezellig met die mensen zat te praten. Dat vond ik eigenlijk het leukste wat erbij was. Maar je deed toch ook nog wat met die tanden van die mensen? Ja, ook dat nog wel. Maar een belangrijk onderdeel was toch wel dat je er mee aan het ouwe hoeren was. Welk onderdeel van je professie vond je het lastigst? Aan de ene kant is kinderen behandelen ontzettend leuk en als dat goed gaat, geeft dat enorm veel voldoening. Aan de andere kant is het zo, als er een kind van 4 met een dikke wang komt en je moet daar een kies uit halen, dat is niet het leukste wat je in je vak doet. Nee, dat is voor kinderen een bijzondere vervelende ervaring en jij bent degene die dat doet. Dus dat gaf in het begin, toen ik zelf nog geen kinderen had, zeker veel spanning van tevoren. Als je zelf eenmaal kinderen hebt, dan weet je van ja, sommige dingen moeten gebeuren, het is niet anders. Dus dat ging uiteindelijk steeds makkelijker. En omdat je zelf kinderen hebt, denk ik ook dat je makkelijker met kinderen om kan gaan. En ik denk dat me dat wel redelijk goed is afgegaan, eigenlijk, behandeling van kinderen ook wel. Ja. Welke onderdelen van je vak was je behoorlijk in bedreven en deed je ook graag? Ik deed eigenlijk alles wel graag. Vanwege het feit dat in mijn praktijk in het begin heel veel kiezen getrokken moesten worden, ben ik daar redelijk bedreven in geraakt. Dat heb ik niet van een vreemde. Mijn vader was huisarts in de Hoekse Waard, hij was ook geen tandarts. Die hadden in het leger leren kiezen trekken en die trok elke avond om 7 uur 's avonds voor een tientje zwart ging die kiezen trekken. Toen die al 10 jaar dood was, werden we nog gebeld met de vraag of die dokter er nog was die vroeger kiezen trok. Dus ik denk dat ik het daarvan heb, maar dat ging me wel eigenlijk wel redelijk goed af, ja. Ja, het is zelfs een keer geweest dat een kaakchirurg een patiënt terugstuurde en tegen die patiënt zei, dat kan Bert zelf wel. Is er veel veranderd in die tijd in de bedrijfsvoering van een tandartspraktijk? De automatisering heeft zijn intrede gedaan. Ik heb in 1991 voor het eerst de computer aangeschaft. Daar zat eerst nog een printer bij. Als je dan de uitdraai van het ziekenfonds moest gaan doen en je printen, dan liep die printer na 1,5 uur vast en kon je weer opnieuw beginnen. Daarvoor was mijn assistent zeker 3 dagen in de maand bezig om de ziekenfondsadministratie op orde te brengen. Dus de automatisering is een groot goed. Het witte vulmateriaal wat er gekomen is om een kiezer te stoppen is een groot goed. De afstand tussen tandarts en patiënten is veel kleiner geworden. Dat is ook een groot goed, denk ik. Er wordt veel meer gecommuniceerd. Bert, heb je naast de praktijkvoering als tandarts ook nog andere dingen gedaan hier in Zeerenberg? Ik heb heel veel dingen gedaan. Ik ben begonnen met tennissen. Ik kreeg les van Wim Bos. De eerste service die ik oefende, sloeg ik gelijk bij iemand zijn neus kapot. En de tweede service die ik oefende, was op sloeg ik de bril van Theo Knoop kapot. Toen stond Moons langs de kant te kijken en die zei weer de volgende keer ietsje lager mikken. Ik heb gevolleybald jaren in het beroemde Rambo-team. Ik heb gebridged een jaar of 15, 16 in Zeddam, bij de bridgeclub Zeddam. Ik ben 25 jaar scheidsrechter geweest met volleyballen. Ook een paar jaar in het district. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben Prins Carnaval geweest. Oh, ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja, dat is een van de hoogtepunten. Er zijn eigenlijk 2 hoogtepunten die ik buiten mijn praktijk gedaan heb. Dat zijn het Prins Carnaval in 2009 en het Maestro Concert in 2017 of 2016. Dat vond ik echt fantastisch om mee te maken. Waarom heb je de keuze gemaakt om nu te stoppen? Ik ben door toevallige omstandigheden ben ik vorig jaar tegen Wouter aangelopen, die dus interesse had om de praktijk over te nemen. In deze tijd waarin er veel te weinig mensen tanden kunnen studeren, de hele medische wereld wordt in feite overgenomen door vrouwen. 80% van de studenten medicijnen en tandenkunde, dat zijn vrouwen. Die beginnen over het algemeen geen eigen praktijk, gaan parttime werken. Daardoor ontstaat er dus een tekort aan nieuwe praktijkvoerders. En als je er dan een tegenkomt, moet je eigenlijk gelijk toehappen. Ik ken al collega's die gestopt zijn of willen stoppen en die hebben geen opvolger. Hoe was de samenwerking met je assistentes? Want je was nogal, hoe moet ik het zeggen, nogal nadrukkelijk aanwezig in de praktijk. Ik ben heel gelukkig geweest met mijn assistentes. Mijn eerste assistent
werkte bij mijn voorganger en die zal denk ik 4-5 uur op een dag gewerkt hebben en toen kwam ik en toen moest ze opeens 8 uur gaan werken. En daar heeft ze nooit over geklaagd en daar heb ik 12 jaar bijzonder plezierig mee gewerkt. Daarna kwamen Wendy en Tamara en Ria kwam nog iets later en dat heb ik eigenlijk tot het einde toe volgehouden. En daar ben ik heel gelukkig mee geweest. Ze waren eigenlijk nooit ziek. Als je kijkt naar de reacties van de mensen die ik allemaal gekregen heb, dan is de belangrijkste fase, de belangrijkste opmerking eigenlijk dat het bij ons, ondanks dat het een tandheelkundepraktijk was, dat het bij ons altijd gezellig was. En daar hebben we met z'n allen toe bijgedragen. Nou, ik ben Wouter Boucher en ik heb de praktijk overgenomen van Bert van der Lauw sinds 1 september. De praktijk heet vanaf nu Berg Tandartsen. En we staan als praktijk voor kwaliteit en hebben een visie, een duidelijke visie. Onze visie is dat we streven naar een gezonde mond gedurende het hele leven. Dat doen we door een preventief concept te hanteren. Dat wil zeggen dat we problemen zoals gaatjes, tandvleesontsteking of gebitsslijtage proberen te voorkomen en indien nodig tijdig op te sporen en te behandelen, zodat de schade beperkt is en de kosten ook laag blijven. Want voorkomen is beter dan genezen. Hallo, ik ben Joost Buisman. Afgestudeerd in 2013 ben ik inmiddels ruim 7 jaar tandarts. Sinds een aantal maanden versterk ik hier het team bij Berg Tandartsen. Ik ben bekwaam in de algemene tandheelkunde, maar ik heb ook zeker een interesse in de prothetiek. Dus ik maak graag kunstgebitten, plaatjes, frameprotheses. Dus daarvoor bent u ook bij mij aan het goede adres. Wij zijn nu met een team van 3 jonge tandartsen, waaronder ikzelf. We hebben allemaal ons eigen aandachtsveld. Zelf heb ik de focus op de esthetische cosmetische tandheelkunde en de kindertandheelkunde. Om die reden, omdat door de uitbreiding van het team, kunnen we ook weer patiënten aannemen. We zien jullie daarom ook graag tegemoet in de vernieuwde praktijk. Maar hoe gaat je toekomst eruit zien, Bert, nu je niet meer als tandarts verder gaat? De coronacrisis brengt onze plannen natuurlijk wel een beetje in de war. Wij wilden graag gaan reizen. We wilden gaan cruisen, we wilden naar Amerika met een camper van oost naar west. Ja, we wilden heel veel dingen gaan doen die nu niet kunnen. Maar er blijven nog genoeg dingen over. We fietsen graag, we wandelen graag, we golven alle twee. Dus we hebben heel veel hobby's die we gelukkig samen doen. Ik zie het wel. Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Of ik in het zwarte gat ga vallen, weet ik niet. Als ik over een jaar tot de conclusie kom dat het een hele goede zaak was om een praktijk te verkopen, maar dat het stom was om met werken te stoppen, dan kan ik altijd ergens gaan waarnemen. Waarnemers zijn er dun gezaaid. Dus als ik een advertentie zou zetten in het Tandartsenblad dat ik wel ergens wil waarnemen, dan ben ik gisteren al aan de beurt.